Jeroen, jij bent ook conservator en je hebt hier twee, ja, wat zijn het? Zijn dit zwaarden? Nee, dit zijn geen zwaarden, maar wel opvolgers van de zwaarden. Dit zijn sabels. En de exemplaren die hier liggen, dat is model 1813. En dat is een sabel voor de lichte cavalerie. En waar die aan te herkennen zijn, is de kromme kling van een sabel. En ik heb hier een exemplaar, dat is een manschappenexemplaar. En het andere exemplaar is van een officier. En deze exemplaren zijn dus ook te zien op het schilderij van Pieneman, achter ons. En dan zie je een aantal officieren met een getrokken sabel de strijd aangaan. En we zien op het schilderij mensen met vuurwapens en dus ook met dit soort sabels. Werd het gewoon allebei door elkaar gebruikt? Ja, absoluut. De gewone soldaten, de manschappen, hadden in principe een vuurwapen. Maar die hadden ook altijd nog een kleine sabel aan hun zij hangen. Deze exemplaren zijn voornamelijk gebruikt tijdens schermutselingen. Dus het is een kromme kling waarmee je goed kan houden. Wat is houden? Neerslaan op het voetvolk. Kan je dat laten zien hoe dat ging? Ja, maar dan moet ik hem ook even trekken. Eruit halen uit de schreden. En we zien dus dat deze kling is volledig krom. En de kling is ook gebaseerd op een Oosters wapentype. De sabel komt uit het oosten. En kwam eigenlijk zo halverwege de 18e eeuw meer in zwang. En werd toen ook ingevoerd in de Europese legers. En nou, dit exemplaar is dus gebaseerd op een Engels exemplaar, model 1796 voor de lichte cavalerie. En dat werd dus gebruikt puur om vanaf het paard neer te houden op het voetvolk. En dan kon je dus een vloeiende beweging maken met die sabel. En hiervoor hadden we houtdegens. En die hadden gewoon, net zoals het zwaard, een rechte kling. En hiermee kun je gemakkelijker op een strijdtoneel oorlog voeren.